moest plassen. Ga dan maar lekker slapen, schat. Of is het toch wel lekker om nu al wakker te zijn? Ik heb niet dat Jonah komt. Ik ook niet. Nou, dan loop ik dan. Kort voor 7. Eén probleempje. De hekken gaan pas om 7 uur open. Dat is mooi. Hier is er eentje stuk volgens mij. Here we go. Heerlijk, lekker cool nog. Ik ben benieuwd of ik straks iets stukje van de zonsopgang kan filmen. Gaan we eens kijken hoe stil de zee is. Oké, 5 kilometer verder. Ik ben van die rotsen daar in de verte. Ik weet niet of je het kan zien, ik denk het niet. Hierheen gerend. De andere kant van de rotsen. Heerlijk, wat een rust. Toch lekker bezig ben, waarom neem ik de vlog niet over vandaag? Ik ben trouwens benieuwd of het lukt, want Disa zal wel de hele tijd die camera confisceren. Goedemorgen, schatje. Goedemorgen, anders schatje. Moet je eerst plassen? Ja. Doei, Jaltje. Tot zo. Zo. Ga lekker met mijn step en ik sneller. Yep. Ik dit moet wel nodig. Later. Nog geen eens 8 uur en ze is al aan het editen. Ja, niet meer tijd nu, maar... Is dat niet normaal dit? Nee, het is nu ook wel een beetje zo van... Ja, duidelijk schat. Maar ik heb wel veel minder tijd en aandacht besteed aan de vlogs. Mm-hmm. Omdat het vakantie is. Nou, volgens mij zijn ze er niet minder leuk op geworden, schat. Nou, we beginnen de dag met een heerlijk stukje klassieke muziek. Oh no! En we wachten natuurlijk weer op de dames. Dus, lekker broodjes aan. Nou, Jola is de slip gisteren kwijtgeraakt omdat ze hierachter een ratslag maakte. Uiteraard. En toen schoot de slip eruit. En die moet nu ergens hier in deze bosjes liggen. Goed gedaan, Jola. Top. Ja, ja, ik heb hem gevonden. Oké. Via welke kant moet je erheen? Wacht even. Welke kant moet je erheen? Waar zag ik hem nou? Heb je hem? Yay! Ja, dat hadden we nooit gedacht dat hij nog terug zou komen. Hallo, ik zit lekker op het strand. En ik hoorde van Bart dat die vandaag aan het vloggen is. Oké. Okay. Het is weekend, dus eigenlijk vlog ik helemaal niet normaal. Maar goed, omdat Bart graag wil vloggen, mag hij dat lekker dit weekend doen. En dan wordt het een weekendvlog. Ik zal even laten zien wat hij aan het doen is nu. Super schattig natuurlijk. Hey! Ik ben trouwens dit boek aan het lezen, The Happiness Project. Die lag al een hele tijd op mijn nachtkastje. Nooit aan toegekomen, maar hij is eigenlijk best leuk. Ik ben nu op pagina 55. Dus ik kan nog niet heel veel over vertellen, maar tot nu toe is hij heel leuk. Zo, we zijn de hitte van de camping even ontvlucht. Vooral ik, want ik kon er echt even niet meer tegen. Dus we zijn nu onderweg naar Salla. Vet lang niet geweest. De laatste keer dat ik er was, ging ik vet pop, 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 body. En ja, wat was je toen? 15?
Nee, 31. Nee. Een tijd geleden. Ik heb nog nooit gedaan zulke vakanties. Gelukkig. Dus ik ben daar ook nog nooit geweest. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje. Ben je nog helemaal nooit in Salau geweest? Nee, dat heb ik al een paar keer gezegd. Oh, oké. Okay. Niet kort. Oké, Bart. Zij het gisteren nog aan het eten. Ja, maar ja, dat moet je ook niet zeggen tijdens het eten. Daar hebben we PortAventura. En ze hebben nu zelfs nog een nieuwe achtbaan erbij. Dat is de Ferrari. En die andere is de Shambhala. Daar zijn we vorig jaar in geweest. En dat is zo kicken. Die is 70 meter hoog. En dat vind ik nou echt het enige nadeel van dat ik nu zwanger ben. Dat ik daar niet in kan. Dus we gaan er ook niet heen. Oh, het is vreselijk. Het is echt vreselijk. Het is zo leuk. Ja, was je nou maar niet zwanger dat we daarin konden? Nou. Nee. Maar dat was wel echt, echt kicken. Het was een hele enge, want je zit dus in die Shambhala, zit je niet hier vast, waar je normaal vast zit. Maar bij je schoot. Maar alleen bij je schoot, inderdaad. En dat zag ik pas toen ik in de rij stond. Maar toen ik eruit kwam, wilde ik eigenlijk meteen nog een keer. Zo'n kick gaf het, hè? Jij had het ook, hè? Tot nu toe de vetdag, maar waar ik ooit in geweest heb. Geweldig, Jola. Normaal heb ik niet zo'n groot succes, maar ik denk... Thank you. Ja. Oh ja, het is jouw vlogdag. Helemaal vergeten. Hé, hey, Jola. Je liedje. Oeh, nanae. Don't like that you know me, like you know me, nanae. Eet smakelijk. Zo, okay. So, even laten zien wat een aanradertje was. Het was heel lekker. Het ziet er een beetje kitschy uit. Wat is dat? Can you show it? En daar gaat hij, daar gaat hij. Wow! Kijk wat hoog. Vet, hè? Wow! Oh my god, come on. Wow! Woo! Shine! Shine! Woo! Oh, die Jeltje. Yo. Jola de eerste keer Salau. Ze is er helemaal stuk van. Jola is helemaal kapot. Helemaal kapot. Even een avondje stappen in Salau, hè? Nou mensen, tot morgen. Ik was even vergeten dat het zaterdag is en helemaal geen door de weekse dag. Nee, maar het wordt een weekendvlog. Dus tot morgen. Tot morgen. Tot zondag. De vlog van zondag. Dus. Bart die zou dus dit weekend vlogweekend hebben. Maar hij vergeet helemaal dat het al een hele tijd begonnen is de dag.
Zo, ik leg even de camera weg en dan neem ik ook maar eventjes een duik. En daarna ga ik even douchen. En vandaag ga ik mooie zonsondergangfoto's maken. Want die heb ik nog niet echt geschoten. En dat vind ik best wel jammer. Dus dat ga ik vanavond echt even plannen voordat ik weer ergens zit te eten en niet kan ontglippen. Oh ja, wat ik nog niet heb verteld. Mijn laptop is ermee opgehouden vanochtend. Dus ik heb helemaal niks meer kunnen editen, helaas. Heel irritant. Mijn oplader is waarschijnlijk stuk. Dat hebben we net doorgemeten. Dus morgenochtend snel kijken voor een nieuwe.